Ik ontvang met enige vorm van regelmaat phishing mails van het CIB. Waaraan herken je nou een phishing mail? Allereerst zie je hier CIB overtraining at CIB overheid NL staan. Hierachter staat een e-mailadres dat niet van het CIB afkomstig is. Soms is het wat moeilijker, dan moet je bijvoorbeeld met je muis hier overheen gaan en dan zie je net e-mailadres eronder verschijnen. Nu heb je er ook een knop in zitten. En als je op deze knop drukt, als je er overheen gaat bedoel ik, zie je eindme.ene.com. Dat is ook niet van het CIB afkomstig. Het is niet aan te raden om op een link in een phishing e-mail te klikken. Deze e-mail die linkt door naar ciib.org. Zoals je kan zien, zegt mijn virusbeveiliging dat het een misleidende site is. Op de echte website van het CIB wordt gewaarschuwd voor valse e-mails en valse sms-berichten en WhatsApp-berichten. Heb je een mail, sms of WhatsApp-bericht ontvangen van het CIB, dan is deze vals. Het CIB mailt, sms of appt u nooit over een boete, aanmaning of een betalingsachterstand. Je kan ook altijd nog inloggen bij het CIB, als je het toch niet zeker weet, en dan zien dat je helemaal geen boetes hebt openstaan. Ofwel natuurlijk, dat weet ik natuurlijk niet. Als je een fraudemail hebt ontvangen, dan kun je dit melden bij de fraudehelpdesk.nl. Klik op verdachte e-mail melden. Je kunt de e-mail naar valse e-mail at fraudehelpdesk.nl sturen. De fraudehelpdesk stuurt binnen 10 minuten een bevestiging of het om phishing gaat of niet.